Ik woonde vroeger met mijn ouders in Mortsel op een heel klein appartement. En we hadden alleen een kurken van 2 op 3. En om toch wat vakantiegevoel te hebben, hebben wij dan bij behangrollen mochten wij achtergronden, zoals op de zee, of de bergen, of de Ardennen. En afhankelijk van wat wij wilden dan, gingen wij dat op terras en dan zaten wij precies op het strand. Zet ik dat rollen? Keizerig. Ja, bij de gigant van de caravan. Wij zijn portretfotografen in het Waasland Shopping Center. Ja, wij bieden de mensen een fotoshoot aan, volledig gratis. Ja. Maar ze mogen wel een fooi geven. Pas op, het zal niet zo gemakkelijk zijn om die fooi te versieren, want uiteraard maken de 3 anderen het ons zeer moeilijk via het oortje. En wie geen fooi krijgt, die verliest. Waarom word jij een maand wijzer dat ik verloren ben? Ja, waarschijnlijk goed. We moeten nog beginnen. Hier, de grand loser totaal. Ik vrees het ergste vandaag. Dag mevrouw, goeie voormiddag. Mag ik u een gratis foto aanbieden, aangeboden door het Waasland Shopping Center? Waar is dat goed? Wel, dat is een actie. Wij willen onze klanten tevreden stellen. Dus als u hier op het kruis kijkt, gaan we nog even de stoel neerzetten. Als u daar even gaat zitten. U bent daar gewoon van foto's? Nee? Ja, u ziet er een beetje een model uit zelfs. Dan heb ik een perfect achtergrondje voor u. Ik heb een perfect achtergrondje voor u, denk ik. Maar ik ga het even hier selecteren. Nummer 19. Ik ga het even klaarzetten. Ja. Ik ben geknipt voor deze achtergrond. Ja. Dat was lef. Ja, fantastisch. U mag altijd een fooi geven, als u wil. Ja, dankjewel. Merci. €4,95. Mevrouw, u gratis portretfoto aangeboden door het shoppingcenter? Nee, gratis portretfoto aangeboden door het shoppingcenter? De mama in het kindje of de papa in het kindje? Dat is niet papa, dat is een onkel. Dat had je kunnen, hè? Ja, natuurlijk, ja. Geron, je moet ze splitsen. Kom een klein beetje naar hier. Ja. Zo. Ja, verder naar rechts, Geron. Nog een klein beetje verder. Je moet foto nummer 41. Ik ga even nog een achtergrond kiezen. Ja. Ja. Kijk. Ja, wat vinden van de achtergrond? Ik heb... Dus, een beetje... Als u tevreden bent over de service en zo, ja, dan mag u een fooi geven, is niet verplicht uiteraard. Ja. Er komt geen fooi volgens mij. Er komt geen fooi. Meneer, gratis portretfoto aangeboden door het shoppingcenter. Ja. Oh, ja. Ja. Wat doen we met dat ding? Dat loopt. Met dat lopen? Ja. Wacht, hè, ik ga een achter hier rondgeven, maar momentje. Die sportboon. Die sportboon. Ja, dat is keigoed. Armen in de lucht. En dan met uw armen in de lucht en dan zijn ze precies gewonnen. Hè? Zo, hey. Zo, ja. Okay. Ja, en nu moeten we naar hier kijken. Hè. Naar hier kijken, ja. Zo meneer, dat was volledig gratis, maar u mag altijd een fooi geven. Dat is niet verplicht natuurlijk. Ja. Maar je mag benadrukken dat dat echt niet nodig is, hè, die fooi. €5. Zo. Geïnteresseerd in de foto? Ja. Oké, perfect. Met 2? Ja. Thomas, zet die 2 meisjes achter elkaar, zo in een rijke. Terwijl jij blijft staan en jij draait je met je rug naar daar. En de eerste moet zich bukken en die andere staat er zo wat achter. Ja. Ja, jij mag een beetje bukken, de eerste. Jij mag een beetje bukken. Eigenlijk meer zo. Zo. Hela, ça va, zeg. Je zit hier wel niet zo. Niet te vulgair, hè. Dus eigenlijk meer zo alsof je kijkt van komt de bus al. Dat is heel goed, dat is perfect. Okay. En nu mogen we er een achtergrondje bij steken. Oké, ik kan er nu een achtergrondje bij doen. Check. Zie. Hij is weg. Oh my god. Mevrouw, eerst dat ze zich omdraait.
Dus het zou tof zijn als jij zo omdraait. Zo. En het hoofd draaien naar u. Nee, helemaal naar mij kijken, hè. Ja, ik kon een achtergrondje geven. Klaar. 42. Hij zit er net. Oh, dat was de verkeerde achtergrond. Oh, jongen, serieus. Maar dat is wel een weigering. Hè. Ja, ja. Dames, een gratis portretje aangeboden door shoppingcentrum. Alleen, mevrouw, probeer dan dus hier een foto van u. Iets meer naar het midden, alstublieft. En een beetje bukken. En een beetje bukken. Oké, dat is de achtergrond. Dat is supergoed. Ja, dat is goed. Dat zijn foto's die zijn gratis, maar je mag een fooi geven. Maar zijn verplicht. 20 euro is goed. 20 euro is goed. Voilà. 5 euro. Dank je wel. 7 euro. Oh, fijn, oh, zoveel geld. Ik heb juist een nieuw kaart erin gestoken. Ja. Oh, hij staat al vol. Ja. Dat is een overload of information. We gaan mijn gezicht eens pakken. Dan gaat hij marcheren, want dat is... Kijk, dan marcheren. Okay. Huh? Oh nee, ook vol. Ja, ook vol. Dus alleen een leeg hoofd kan er nog op dan. Ja, als ja, ik kaart alleen vol een leeg hoofd. Oh, mooi. Dadelijk, hè. Mooi. Als dat geen afsluiter is, alsjeblieft, kom. Nou is het goed geweest. Thomas heeft geen fooi kunnen versieren en de lafaard is op de koop toe nog gaan lopen. Dat maakt van hem een dubbele verliezer.